Vast. Kijk uit. Niet afgevoerd. Ik zal even proberen zonder microfoon iets tot jullie te zeggen. Gigantische goede prestatie. De loopgroep Menenblik. Ik heb begrepen voor de zesde keer dat jullie erin zijn geslaagd om het vuur van Wageningen naar Menenblik te brengen. Zevende keer. In estafette. Dit is de zevende keer inderdaad. In estafette vorm. 140 kilometer. Dat is een hele afstand. Veel mensen die weten misschien niet waarom Wageningen. Heel veel wel, denk ik. Nou, dat is ook de plek waar de Canadese generaal Faulkner destijds met een vertegenwoordiger van de Duitse bezetter heeft onderhandeld over de overgave van de Duitse bezetters. De echte ondertekening was pas een dag later, maar die ontmoeting was in Hotel de Wereld. En vandaar dat jullie dus vanuit Wageningen samen met heel veel andere loopgroepen het bevrijdingsvuur naar Menenblik hebben gebracht. Het bevrijdingsvuur is zojuist ontstoken door Debbie, dat heb je keurig gedaan. Het bevrijdingsvuur is ook een beetje het symbool van nationale eenheid en leven in vrijheid. En de jaarlijkse ontsteking in de nacht van 4 op 5 mei, waar jullie dus ook bij aanwezig waren, herinnert ons aan het feit hoe kwetsbaar en kostbaar onze vrijheid is. En met dit vuur spreek ik dan ook uit, de hoop uit, dat de vlam van de vrijheid in ons hart blijft branden. En dat wij beseffen dat wij in vrijheid kunnen leven, omdat er zoveel mensen hun leven voor de vrijheid hebben gegeven. Jullie zijn het symbool van onze vrijheid. Jullie hebben het vuur gebracht. En ik wil voor al deze mensen die hun nacht hebben opgeofferd om het vuur hier te brengen, een groot en luid applaus. Nou, volgend jaar 70 jaar bevrijding. Wie weet wat er dan weer staat te gebeuren. Ik krijg nog even een slag om de arm. We hebben een nieuw college, dus we zien het. Maar het is me wel een eer om jullie allemaal een bloemetje te geven als dank voor jullie inspanning en inzet. Bedankt. Daar heb je al. Oh,
sorry. Ik ben een beetje beschoten. Ja, zeker. Dank je. Dames en heren, even een applaus.